Agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak mogen we niet tolereren. Om ontoelaatbaar gedrag goed te kunnen bestrijden, is het nodig dat van die incidenten aangifte wordt gedaan. Alleen dan kunnen politie en justitie de dader aanpakken. Maar waar kan je eigenlijk aangifte van doen en moet je zo'n aangifte altijd zelf doen? We spreken met Anton Jansen, beleidsadviseur Politie Oost-Nederland, over de manier van aangifte doen en de extra aandacht voor de veilige publieke taak. Primair gaat het natuurlijk om wat ervaar je als slachtoffer. Hoe komt het over? Hoe komt de situatie over? Voel je je beledigd? Voel je je bedreigd? Voel je je fysiek aangevallen? Voel je je psychisch aangevallen? Al dat soort elementen begint natuurlijk altijd bij het slachtoffer die het overkomt. Als hij of zij vindt dat dit geen goede manier van bejegening is, dan is het wellicht aangifte waardig. Bij het telefoontje wat je pleegt naar de politie van er is mij wat overkomen, dan ook onmiddellijk even aangeven, ik werk bij de gemeente, ik werk bij het openbaar vervoerbedrijf, ik ben leraar en mij is verteld dat dit onder veilig publieke taak valt. Zeg in ieder geval dat je onder die normering valt. Dat helpt absoluut om het op een goede manier in gang te zetten. Nou, dat houdt in dat het een prio 1 status krijgt. Dat de aangifte onmiddellijk wordt opgenomen, dat het opsporingsonderzoek onmiddellijk in gang wordt gezet, dat er onmiddellijk contact wordt gelegd met het Openbaar Ministerie en dat de zaak zo snel als mogelijk wordt afgedaan. Op het moment dat de politie meldt, wij hebben een VPT-zaak, veilig publieke taakzaak, we hebben een verdachte, wat is uw oordeel als het Openbaar Ministerie, dan wordt er onmiddellijk bijna per kerende posten een besluit genomen over wat het Openbaar Ministerie gaat doen. En dat kan verschillend zijn. Dan kan er weer een geldboete worden opgelegd. Of de officier denkt, ik laat dit voorkomen, ik wil toetsen bij de rechter. Maar dan wordt er onmiddellijk een besluit genomen. En dat wordt ook medegedeeld aan de verdachte. De hulp die een slachtoffer van ons kan en mag verwachten is dat we de zaak in ieder geval op een goede manier starten. Want dat is namelijk de start van het opsporingsonderzoek. Maar wij hebben wel de verplichting op onze schouders genomen dat wij primair het warme contactmoment verzorgen met het slachtoffer / aangever. Vaak merken wij dat men bang is voor rancune en daarom geen aangifte wil doen. Nou, wat adviseren wij dan altijd, en dat beklemtonen we ook, doe aangifte en gebruik het adres van je werkgever. Want waar zijn de meeste slachtoffers angstig voor? Namelijk dat zij vanwege hun werk in hun privéomgeving worden geconfronteerd met het geweld. Dat willen ze voorkomen. Nou, daar zijn een aantal maatregelen voor in het leven geroepen. Dat is domicilie kiezen. Dat is gebruik maken van het adres van je werkgever. Of anonieme aangifte doen. Als een werkgever aangifte wil doen, is dat bedrijfspolicy. Dan zal de rechtsvertegenwoordiger van het bedrijf over het algemeen aangifte komen doen. Dat is meestal ook wel een leidinggevende, dat is doorgemandateerd. En die doet namens betrokkenen aangifte. Dan wordt hetzelfde proces doorlopen en er komt alleen één ding bij. Het slachtoffer wordt gehoord als getuige. Want de rechter bij de behandelingen op de rechtszaak zal absoluut het verhaal willen horen van het slachtoffer. Dus dan is het slachtoffer niet de aangever, maar is het slachtoffer de getuige. Slachtofferhulp Nederland leest actief mee in onze processen, krijgen het ook actief aangereikt van ons. Zij zullen dus ook inhoudelijk kijken naar de zaak van, zou dit onder onze hulpvraag kunnen vallen? En dan wordt er gewoon contact gelegd met het bedrijf. Op het moment dat een bedrijf actief of zelf aangifte doet in plaats van het slachtoffer zelf, merken wij in de praktijk wel vaak dat het bedrijf de hulpverlening, de ondersteuning ook vaak wel goed heeft geregeld. En als er weinig aandacht is binnen je bedrijf voor deze voorvallen, wellicht moet je dan maar eens een keer met de medezeggenschap gaan praten bij een ondernemingsraad. Of zij geen lans kunnen breken dat het bedrijf aandacht moet hebben
voor het welzijn van medewerkers in dat, op dat vlak. Het hoort nooit bij je werk, geweld. Waar je ook werkt,